Deze beschouwing. Die gaat over mannen en vrouwen. En moederskindjes. En men going their own way. En nog wat andere pakkende frasen. Want het schijnt heel belangrijk te zijn. Dat je in de titel van. De uitzending. dat je van. Dat noemen ze. Klik. Aas. Ja, zoiets. Als je hebt een haakje, en dan moet je ze mee vangen, maar dan moet aas op en de klik. Beet op zijn engels. Een beet is aas. Wat je aan je haakje doet. Het moet een pakkende term zijn. En oh ja, je moet binnen tien minuten moet je, je punt helemaal uh, duidelijk hebben. Want uh, voor die tijd hebben die mensen al opgehangen. <laughs> en dat maakt mij helemaal niet uit. Waar het mij om gaat. is dat wij. in ons leven. dankbaar zijn. Dat je. Het is. een andere relatie tot het leven. Uh, dat is een. een de situatie van ongeluk. Dus ik kan net zo goed zeggen... De, je moet gelukkig zijn. Maar dat klinkt zo raar. Want niemand weet hoe dat moet. En ik zeg dan... je moet dankbaar zijn. En handelen... vanuit boete doen... En bureau. Als iemand komt naar je toe. En jij hebt de boel weer eens helemaal verkloot. <kijkt> en jij kan er voorop draaien. En die persoon is ten einde raad. En dan kan je weer. En dat doe je dan. Als boetedoening. Want zo'n fijne gozer of zo'n fijne trula... Was jij nou ook weer niet? We hebben allemaal dingetjes gedaan. We hebben allemaal een keertje wat vergeten. En toen hebben we erna gedaan, alsof we het. Nou ja, misschien waren we het vergeten, maar het was ook. Maar we weten allemaal dat jij het gewoon vergeten was. En jij komt dan achteraf en nou, als Dina. Nou. Dat, 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 dat zat dus ook niet goed. Dat wil ik maar even zeggen als ik dat gewerkt had, dan, dan was het niet zo, dan, dan was ik het niet vergeten. We <tossimus> hebben allemaal uh, lopen zwarte pieten. Uh. En dat mag niet meer, hè? Huh? Je mag een ander de schuld niet meer geven. Kick out zwarte piet. En dan ben ik het mee eens. Ik vind die ja, Aquasi helemaal niks. Dat, 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 dat pap een zeg man. Maar. Dat is een ander verhaal. Kijk, mannen en vrouwen. In de literatuur. Vind je. Ja, als je de literatuur indeelt. Hè, want niet alles is literatuur. Dus neem iets als The Lord of the Rings. Dat vind ik niet echt literatuur. Ik kan er namelijk geen pindakaas van bakken. Het was dat mijn dochter zei: Hé, hey, het is niet Frodo die de held is, het is Sim. Ik denk: Ach, natuurlijk. Oh, wat ben ik dom. Nou, daar gaat het dus over. Dat is de Lord of the Rings. Het is niet Frodo, het is Sim. Kijk, dat is dus geen literatuur. Dat bedoel ik niet. Onder literatuur versta ik zoiets als de Bijbel. En de Koran. En um, de Ethica Nicomachea van Aristoteles. En um, de Kritiek de Reine Vernunft van Immanuel Kant. En um, de Wereld als Wil en Voorstelling van Arthur Schopenhauer. En. Um, Voorbij goed en kwaad van Friedrich Nietzsche. Oh, en zijn vrolijke wetenschap. Dat is literatuur. En als je daarin kijkt wat er gezegd wordt over vrouwen, dan is het eerste dat je opvalt, is dat er vrij weinig gezegd wordt over vrouwen. Punt. Vrouwen komen in de literatuur bijna niet voor. Ja, wel in uh, Lord of the Rings, maar... Uh, in de kwaliteitsliteratuur. De literatuur met een... niet een houdbaarheidsdatum van 150 jaar of zo. Want je gaat mij niet vertellen dat ze over duizend jaar nog Lord of the Rings lezen, Denk jij van wel? Maar over, uh, over duizend jaar. dan lezen ze nog steeds. Uh, de vrolijke wetenschap van Nietzsche. En de Bijbel ook. Dat zijn blijfjes. Dan moeten die werken wel kunnen halen. Kijk, de kritiek. de Rijn vernoemd... dat wordt nu al. Uh, de 230 jaar gelezen. Dat gaat, denk ik, de Lord of the Rings niet halen. En de Ethica Nicomachea van Aristoteles, die wordt dus nu uh, 23, nee, meer, nee, 2300 jaar gelezen. En die staat nog steeds in de, ja, op nummer 1 in Nederland. Hè? Van de kwaliteitsliteratuur hebben ze onderzoek gedaan. Nou, wat, is dan, uh, wat vinden we dan? Uh, oh, nummer 1! Ja, nummer 2! De, de, de top 10 of zo. Hebben ze onderzoek gedaan bij Filosofie Magazine. Een blad waar ik uh, een abonnement op heb gehad. Onder hun lezers. Ja, dan kwam de ethica Nika Magea was nummer 1. En nummer twee was de kritiek, de Reine Vernoonft. Ik weet zeker dat Nietzsche ertussen staat ook. Ik weet niet de rest van de lijst, er, maar Nietzsche moet ertussen staan. Maar voorbij goed en kwaad vind ik geniaal. Je, je, je weet echt niet meer aan het einde waar het nou om ging, maar het was een heerlijk lezen. Een Arthur Schopenhauer, dat is er een. En Arthur Schopenhauer is dan iemand die echt een. Nou, ik zeg weer echt. Maar, maar dat is dan echt. dat die, Arthur Schopenhauer is meer zo'n algemene schrijver. Hè, dus die pakt een aspect. En dan, uh, maar dan maakt hij het heel algemeen. En dan belicht hij dat aspect vanuit de algemeeniteit. Dus hij heeft het nooit specifiek. Hij heeft het wel eens gehad over hegel. Hè? Maar iedereen denkt, ja, als Schopenhauer heeft het veel over hegel. Maar dat was meer omdat hij hegel gebruikte... om te laten zien dat mensen met een heel erg lelijk uiterlijk... dat ze er heel lelijk uitzien. Dat je denkt, eeuw, wat ziet die er lelijk uit. Hè? En dat het voorkomt het niet uitgesloten is... dat die mensen ook heel lelijk denken. En het bewijs daarvan is Hegel. Dus, maar dan, dan gebruikt Arthur Schopenhauer... dat als een, een voorbeeld om iets te veralgemeniseren. Je kan dus daarom niet zeggen dat hij het de hele tijd over Hegel had... maar hij gebruikte Hegel. Hij heeft nooit... Iets geschreven als over Hegel. Helemaal hm, niet. Het is verschrikkelijk. Door die naam alleen al. Daar moet je heel spaarzaam mee zijn. Mensen mochten het eens uh, gaan interesseren. En denken van nou, oh, dat wil ik toch even weten. Hegel. Maar nou, Hegel, om je even te vertellen, dat was helemaal niks. Oh, ik weet het. Uit de nou, vond het helemaal niks. En ik vind het ook helemaal niks. Ik heb de fenomenologie van de geest. Die heb ik gedakkie uh, aangeschaft. Nou, een marxistische lulkoek. Ja, dat ik het even weet, want ik, ik ben geen allemansvriend of zo. Want er zijn grenzen. Hegel heeft gezegd. Een grens bepalen is hem overschreden. Ik kan me echt. Niet... Ik weet niet. Heeft er iemand dan te weinig klappen gehad als kind of juist te veel? Maar er was iets met de dosering van de draai om de oren waar iets scheef is gegaan. Te veel of te weinig, je weet het niet. Jeugdtrauma. En dat gaat hem maar schrijven. Kijk, dat is hegel. Maar het is wel zo. En dat is goed. Dat Artie Schopenhauer een werk heeft geschreven. Van. Een essay heet dat. Twintig pagina's, dertig pagina's. Een opstel. Dat is, een, dat is ook een goed woord. Dat is een opstel. Niet een boek, maar een opstel. Niet een volledige gedachte waar het gaat ergens over. Een vluchtschrift kan je het ook noemen. En dat heet Over vrouwen. De titel. En in het Nederlands is de, het motto van dat stukje vertaald als... Er is geen vrouw die deugt. En ik was dat, dat werk aan het lezen, en dat is een verzameling van essays van Arthur Schopenhauer met over vrouwen erin. En dat heet dan er is geen vrouw die deugt, en daarop een leuke tekening van Arthur Schopenhauer op de rug gezien, terwijl hij zijn, terwijl hij met zijn hondje aan het lopen was. Want Arthur Schopenhauer was een man uh, die hield van een regelmatig leven. Hij dus had een hondje en dan gaan we lekker wandelen. En ik ging ook zo'n beetje elke avond uit eten, de stad in, uit een huishouden denk ik ook. Artis ja. Schopenhauer die had een erfenis van zijn vader. En zijn vader had hem bestempeld om de zaak over te nemen. En Artis Schopenhauer die was gaan studeren en die bleek uh, een soort taalwonder te zijn. Op zijn 23e was hij professor of zo. Heel goed in Grieks, Latijn, Spaans, Engels. Zelfs Sanskriet. Russisch moet hij ook gekend hebben. Heel bekend met de, de Griekse mythes en. En de, de vedas. Dat was de mazzel eigenlijk van Schopenhauer, dat in zijn dagen die Veda's, de geschriften van de Hindoestanen. Dat die in Europa kwamen. En hij begreep dat in één keer. Hij zei dat is ook gek, zeg. Dat is precies wat ik ook vind. Ja, dat is ook precies wat ik ook vind. Met mij krijg je geen ruzie over de Veda's. Dat kan je lekker vergeten. Maar goed, dat werk is dat boekje is dan vertaald. Of de, die, die essays zijn verzameld. Er is een boekje van gemaakt. Dat kostte maar een tientje. Een peperbak. Met de titel Er is geen vrouw die deugt. En dat, dan nam ik dat boekje mee op vakantie. En daar was een vrouw. En die was ik heel bazig. En die ziet dan dat boekje liggen. En die zegt: Er is geen vrouw die deugt. Wat is dat? Deugen vrouwen niet? zeg En dat is het probleem met vrouwen. Kijk, de frase er is geen vrouw die deugt. Dat is een. Uh, in, je hebt drie soorten zinnen: dat zijn declaratieve zinnen. Dat zijn interrogatieve zinnen. En dat zijn. Wat is ik nog weer? Imperatieve zinnen. Meer zinnen zijn er niet. Dus een zin is een, een declaratief. Dat houdt zoveel in als Piet is in de keuken. Dat is een declaratieve zin. En dan heb je de interrogatieve zin en die zou luiden in dit voorbeeld. Is Piet in de keuken? Dat is een vraag. En de derde is, dan zeg je tegen Piet, ga naar de keuken. Piet, ga naar de keuken. Dat is uh, imperatief. Dat is een opdracht. Nou, meer zinnen zijn er niet. En alleen de declaratieve zinnen hebben een waarheidswaarde. Dus een vraag is niet waar of onwaar. Stop een vinger in je oor, het is niet waar of onwaar, het is een opdracht. Zit er een vinger in je oor? Het is niet zo dat die vraag onwaar is, want een vraag of een imperatief, een opdracht, heeft geen waarheidswaarde. Het begrip waarheidswaarde komt alleen toe aan declaratieve zinnen. Piet is in de keuken. Dat heeft een waarheidswaarde. En die zin is waar als Piet in de keuken is. Of beter kan je nog zeggen, die zin is waar als de Piet die de vraagsteller bedoelt ook daadwerkelijk is in de keuken. Die de vraagsteller bedoelt. Want het kan zijn dat jij het begrip Piet verkeerd interpreteert, of het begrip keuken. Dus, uh, ja, dan spreek je dus wel de waarheid, maar misschien dan toch niet. Maar dan gaat het in elk geval om de waarheid. Is Piet in de keuken? Ja of nee? Nou, als je nou zegt, er is geen vrouw die deugt, wat zeg je dan? Kijk, als je zegt, driehoeken met gelijke zijden hebben gelijke hoeken. Dus dat is een driehoek. Een driehoek. Maakt niet uit welke driehoek. Want die heeft drie zijden, dacht ik. Ja, die kan je meten. En als die lengtes gelijk zijn... Dan zijn die hoeken ook gelijk. Je kan de lengtes van die zijden meten. Je, je kan uh, de graden van de hoeken meten. Maar het heeft geen zin om het allebei te meten. om te weten of het een gelijkzijdige driehoek is. Als de hoeken hetzelfde zijn, dan zijn de zijden ook hetzelfde. Dat is een tautologische uitspraak. Je kan ook zeggen: Tackles zijn honden. Als je zegt, vrouwen deugen niet. De, de, waar, waar, waar heb je het dan over? Je moet een penis hebben om te deugen? Ja, het punt is. Uh, wie deugt er? Wat is deugd? En nou zegt er iemand, wat is Schopenhauer, die, die zegt dat eigenlijk. Hè? Er is geen vrouw die deugt. En wat is dat dan? Dat is geen uitspraak over de. Dat je dus als je geen penis hebt, dat je dan echt niet deugt. Hij is geen bioloog. Of, of, of zoiets. Nee, als hij zegt er is geen vrouw die deugt. dan is dat een persoonlijk oordeel. van de situatie. waarin die zit. Je kan ook zeggen. er is geen mayonaise. of. de uh, andere dingen. Je moet in Turkije geen onverpakte ijskoos eten. Dat moet allemaal in een zakje zitten van Ola. ja, dat straatijs, dat deugt niet. Dit kan je ook zeggen voor het water wat men daar drinkt. Nou, daarom drinkt hij, dan moet je niet uit de kraan drinken. Dat water uit de kraan, dat deugt niet. Dat moet je niet drinken. Maar je kan niet zeggen dat dat water uit de kraan zonder meer niet klopt. Je kan het wel zeggen in een bepaalde situatie. En dat is de uitspraak van Schopenhauer. In mijn omgeving deugen ze niet. En het is dus geen belediging van vrouwen. Dit is een constatering van Arthur Schopenhauer. In Genesis, waarbij Eva het even beter denkt te weten, want ze heeft wat gehoord van de slang, die staat voor de wijsheid. Dat is een veel ernstiger beschuldiging. Ja, ik laat maar even een pauze vallen. Dit vind je, deze, deze bespiegelingen kan je niet hebben met de Lot of the Rings. Of Alles in Wonderland. Van die merkwaardige gozer. Die Lewis Carroll. En wat je ook mag opvallen: dat als je het dan hebt over literatuur, dat. Uh, enerzijds, hè, vrouwen komen er bijna niet in voor. What? Vrouwen in de Bijbel. Daar gaat helemaal niks over vrouwen. Want Ja, een beetje. De, uh, Eva. Dan nee, heb je nog. Uh, die dochters van Lot. Nou, die vrouw van Lot. Die, daar is ook helemaal niks aan. De vrouw van Noah, ja, die heeft het gedaan met haar eigen zoon. Daar had je dus ook helemaal niks aan. Weet ook veel mensen niet, hè? Maar Noah van de zonvloot, zijn vrouw, heeft het gedaan met uh, een van zijn zoons. Ja, ha, 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 ha. En dat werden de kana -anieten. Dus Dat is de afstammelingen van de mattenvakken. En, en wie heeft daar iets fout gedaan? Die zoon of die uh, vrouw van Noah? Die denken allebei of niet? Want Noah was bezopen, dus die wist er niks van. Die moest het te horen krijgen van die twee andere zoons. Dat je het even weet. De, de Bijbel heeft een exoterisch deel en een esoterisch deel. Wat je pas ziet als je, als je alles op een rijtje zet. Moet ik het even weet. En mannen en vrouwen zijn ja, verschillend. En met name op het gebied van taal. Er was ook zo'n fraaie in die gekke roman. De ontdekking van de hemel. Waarbij Harry Mulisch even lekker uh, gaat fantaseren. En dan is er een jongetje. en uh, die spreekt helemaal niets. en dan plotseling. Dan kan hij alles in één keer. Dan kan hij de krant lezen, dan kan hij hele mooie dingen zeggen, conclusies trekken. En wat bleek, dat, dat, dat die mens, die had alleen maar gekeken en geleerd en opgeslagen. Ik meen niet. Hij had het woord op zich niet nodig. Hij hoefde niet te kijken of hij het kon. En dat doen vrouwen wel. Dus het is best vervelend. Vrouwen kletsen veel te veel. Vrouwen snappen niet de kunst van de. De dingen op hun beloop laten gaan. Op mijn werk is een vrouw en haar mag ik ontzettend. En ik zit me de hele tijd af te vragen waarom ik haar zo ontzettend mag. Ik vind haar nou zo mooi. En, ik, en dan kijk ik opnieuw naar haar. denk, ja, dan ben je helemaal niet zo mooi. Maar toch denk ik, je weet, mooi. Ik, ik weet het nog steeds niet. Uh, daar liep ik met zo'n... Zo, ik, ik moest een van de gordijnen omhoog doen. Namelijk het gordijn van de Groningse herenboer. Eigenlijk is dat het werk van de begeleiding. Maar het maakt mij niet uit. Ik word op mijn baas betaald. Van, uh, nou, voor zoveel uur. En ik ben daar om te dienen. En niets om uh, met een uh, contract te komen. Doet, dat je dat niet, dan doe ik het ook niet. hoor. Daar ben ik niet voor. Hè? Ik moet dan werken voor mijn baas. Onder de mij gegeven omstandigheden. Dus... Dus dan loop ik uh, richting de buitenkant. En die aardige vrouw, die mooie vrouw. Die zegt. Oh nee, maar uh, nee, uh, we, hebben al, uh, de, we, we hebben het gordijn van de Groningse herenboer al omhoog gedaan. Je hoeft het niet te doen. Ik zie ja... Het, uh... Oh ja, ik moest het gordijn aan de andere kant doen, bij Albert Einstein. En ik zei, ja... Uh, ik heb die zwengel nodig. En daarom loop ik naar buiten. Want dat het gordijn van de Groningse herenboer al open was, dat, dat had ik ook al gezien. Maar ik ben niet gek. Die zwengel die hing er nog aan, dat was het. Waarop zij, instantaan, zonder midden, zonder medium, onmiddellijk, zei ze... Sorry, waar bemoei ik me ook mee? Een excuus, een onmiddellijk excuus. En dan is het ook voorbij, ook hè. Dan hoef je er helemaal niet met stil te staan. En dan lach ik zo. Wat maakt niet uit. En ik stap naar buiten, ik pak die zwengel en ik doe het gordijn van Albert Einstein omhoog. Dat is de man. En <laughs> dan die andere met een vrouw. Ja. <laughs> We hebben nou... Wij we werken met een team van 16 of 18 man of zo. En dan moet de coördinator boven. Dat lijkt me nog op bieden, dus. En die coördinatie, dat zijn een stelletje tankenboters. Dus. Ik denk dat het zigeuners zijn, of dat soort mensen. Kampers of zo. Heel bot. Een schelde jongen iedereen. Mensen worden uitgemaakt voor, uh, voor uh, schildpad en uh, oud en lui en... en ik ben uitgescholden voor een vieze foule dief en. Lapswaans, of nee, Slapjanus en een zielig mannetje. Nee. <laughs> en natuurlijk zei ik gewoon: squeeze me. <laughs> ja, het management schoonmaken. Er zijn twee vrouwen en één man. Oh, 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 wat een trio. En allemaal dezelfde mentaliteit. En dan regelen ze dingen niet. Ja, wij moeten dat schoonmaken met, ja, met doekjes natuurlijk. En tegenwoordig is dat keurige industriële microvezeldoekjes en microvezelmoppen. Nou, dan moet je als coördinator per klus gaan bepalen hoeveel moppen en doekjes er nodig zijn. En per locatie heb je meerdere klussen tussen aanhalingstekens. Ja, het ene moet gebeuren, het andere moet gebeuren. En ja, ik doe dan mijn locatie als één klus. Maar dat is niet voor iedereen zo. Sommige mensen moeten locaties delen. En dan heb jij dus een klus. Nou, en hoeveel doekjes heb je nou nog? En de bedoeling is dat s morgens de schone doekjes klaar liggen. Aan de schone moppen. En dan pak je al de schone spul. Dan ga je naar je locatie toe. Dan giet je daar een hele hoop water bij. Ik gebruik ongeveer 7 liter. Dus ik tank 7 liter water. Dat gaat over mijn microvezel. Dan heb ik 7 liter water aan boord. En dat drupt niet. Dat is klamvochtig. Dus dat is echt perfect geregeld. Nou, je hebt een lekkere klamvochtige moppen en doekjes. En dan ga je poetsen. En met een doekje kom je op één toilet. En dan gaat dat doekje. Hoppakee, in het netje. Weg ermee. En dan pak je fris water. Voor de volgende. Je volgende doekje dus. Ja. En regelmatig. Ze hebben helemaal geen telling gemaakt namelijk. En dan kwam het dus voor dat, ze, dat ik aankwam en er waren er geen doekjes. Geen handdoekjes. Nou, dat kan je dan als een reservevoorraad met oude meuk, maar die werken helemaal niet goed. En zelfs heb ik een keer met wegwerpdoekjes moeten schoonmaken. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Ja, en dan een keer, dan overleef je dan nog een, op een of andere manier is het nu momenteel geen probleem meer. Maar ik vraag me af hoe lang het goed gaat. Want er is geen overdatum, doekjes. En dat moet er wel zijn. En toen kwam ik op een ochtend. En toen had ik maar tien moppen. Ja, ik heb er twintig nodig. Dat vind ik fris. Dan ben ik op een toiletje geweest om even te moppen. En een stukje kamer erbij. Maar dan, hop, gaat hij weg. En ik heb vijftien toiletten. En twee keukens. En een bijkeuken. En ik heb ook nog twee woonkamers. En vier gangen. Nou hoeft niet alles elke dag gemopt te worden. Maar de toiletten wel. Dus dat zijn er vijftien. En dan heb ik maar tien moppen. Ja, dan heb ik een probleem, hè. En daar is geen vervanging voor. Je kan niet zeggen, dat doen we met een wegwerpdoekje. Ga je op je knieën op de grond. Uh, want daar heb ik geen tijd voor. Dus dan kom ik op de locatie. En dan zeg ik tegen die vrouw, de wasvrouw. Ik zeg nou, we hebben een probleem, want ik heb maar tien moppen. Dus dan moeten we keuzes gaan maken. En ik heb erover nagedacht, dat had ik ook. Hè. Ik zei, we beginnen in elk geval dat de, de keukenvloer run, en de woonkamer, die worden in principe vandaag niet vochtig gereinigd. Dus mijn voorstel was, we gebruiken die moppen voor het, uh, noem het maar, klinisch hygiëne deel. En dan moet ik al een foul spelen. Maar laten we dat maar doen. En dan maar geen gangen vandaag. En... Ja, we hebben maar de 50% van het materiaal. En die vrouw kwaad, jongen. En die is toen naar mijn manager gelopen. En daar gezegd, nou, dan moet je wat doen, want uh, Perry uh, die gaat niet alles schoonmaken vandaag. En dan kwam mijn manager naar me toe en schelde jongen. En dan ging mijn manager weg. En toen die wasvrouw eroverheen, hè. En dan denk je, het is allemaal leuk, al dat gescheld en toestanden. Maar mijn punt is, ik heb maar tien moppen. En ik moet wel die hele tent doen. En als ik sta te luisteren naar gekrijs... En ken ik niet moppen. Dus er gebeurt er helemaal niks. En je kan er echt gif op innemen. Ik pak de bus van tien over twee. Dus ik ben uh, toch pleiter. Dat zijn vrouwen. Die kennen hun bek niet aan. Kijk, als ik maar als ik twintig moppen nodig heb... en er zijn er maar tien... Wat is dan het probleem? Waar ligt het probleem? Nou, dan ben die manager van mij, die twee vrouwen en die kerel, die bakken er niks van. Nee, dan gaan we even een geld trappen en dan krijgt Perik op zijn kloten. En inmiddels ben ik zo ver dat dat mij uh, uh, telkens weer uh, minder raakt. En dat ik denk, ja, ja, het zijn vrouwen. Ja. Met mannen gaat het heel anders, hoor. Het contact. Ik had zo'n geintje met een kerel. Die... Uh, wat was het nou? Het was een begeleider. En allemaal zo lekker druk, die Maar het ging erom dat ik op de B-vleugel eventjes zou kunnen schoonmaken. Want er was met die coronatoestand. En is die, al die bewoning, bewoners die zijn dan thuis. Vanwege de quarantaine of zo. En, en toen kenden ze mij helemaal niet. Nog. Dat geeft allemaal tumult. Dus als ik dan aan het poetsen ben, dan moeten die lui naar de woonkamer of naar de tuin. Maar niet in mijn buurt, want ze zitten aan mijn spullen. Ze gaan daadwerkelijk spullen van elkaar pakken en die gooien ze weg. Om te kijken hoe het stuitert. Ja, maar dan kan ik niet schoonmaken. En dan was ik ook nog geslagen. Twee keer, ja. ja. toen waren er afspraken gemaakt. En ik, denk, nou oké. Okay, en dan houdt die begeleiding, die denkt van, ja, het gaat allemaal goed. Dan gaan ze lekker buiten staan, check hier ook, met de smartphone overleggen. Ik vind het allemaal best. Ik ben niet jaloers op hun baan of zo, Maar nu even is het zo dat ik moet daar poetsen. En ik heb geen tijd voor een halve kermis. Daar heb ik echt geen tijd voor. Nou, één keer vragen. Nou, dan komt er iemand door. Oké, okay, dan ga je mee, Piet. Dan nemen ze Piet mee. Yeah, en even, nee, even later komt Albert binnen wandelen. Ik zeg maar wat, hè. Maar die kan ook niet. Dan moet ik weer naar de begeleiding. En dan moest ik voor de derde keer naar de begeleiding toe. Ja, jongens, en nou is het afgelopen. En ik, meen, ik weet niet meer wat ik gezegd heb. Misschien iets in de trant van... Uh, ik ben hier om te werken en niet om vrienden te maken. En laat mij mijn werk doen, A.U.B. En dan komt die gozer, en, weet je, yo, 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 yo. en die kwam dan terug en zei, ja, maar wat is nou eigenlijk aan de hand dan? Wat, uh, wat is er dan? Uh, yo. Ik zei, nou, terwijl ik hier aan het schoonmaken ben, er is helemaal niemand binnen. Dat is de regel. Ja, maar wat moet ik dan met ze doen? Ik zei, dat maakt me helemaal niet uit. Patat bakken op het dak of zo. Zeg me wat. Jij bent begeleiding. Ik ben aan mijn schoonmaker. Ja, maar hoe lang heb je dan nodig? Ik zei: nou, 35 minuten. 40 minuten. Hooguit. Oh, oh, zei hij. Nee, dat is geen probleem. Oké, okay, doe. Doe ik nou de deur op slot? En toen dacht ik nog: ja, dat jij de deur op slot doet, dat interesseert mij helemaal niks. Want het is jouw werk. En ik weet al lang dat dat slot op die deur. Nou... Uh, wow. Dat heeft zo zijn beperkingen. Daar ja. worden hele deuren ontwricht. Ramen worden eruit getrapt. Wasmachines worden gesloopt. Dus men zegt mij helemaal niks. Maar dat contact vind ik prettig. En met die gozer kan ik het ook goed vinden. Dit is een man. Die telt zijn centen. Die is er ook alleen maar aan het werk. Ja. En die snapt ook wel dat het uh, niet de bedoeling is, Dat, uh, ja, dat uh, ja, nee, als er afspraken zijn, dan zijn er afspraken. Hij was ook degene die tegen me zei: van, ja, iedere keer als jij geweest bent, dan staan er stoelen op de tafel. En uh, ja, dan moet je even weten, dan komen we terug van de dagbesteding en er staan die stoelen op de tafel. Nou, dan hebben we wel even gelijk feest. En dan zei ik tegen hem van nou uh, uh, van mijn baas, ik heb mijn eigen die coördinator van mij de werkafspraak. Ik mag niet eens stoelen op de tafel zetten. Als jullie de stoelen niet op de tafel zetten, dan hoef ik eronder niet schoon te maken. Dat is mijn werkafspraak. Mijn punt is ik maak hier graag schoon en jullie uh, zetten de stoelen niet op de tafel. Dus dan doe ik dat zelf. En dat blijft zo. Ik neem de helft van jullie werk over. Oh. Oh ja, nou ja, dat is ook goed. <laughs> dat zijn mannen, dat is gewoon lekker kort. Hè? Vrouwen zijn lang van stof. Die, uh, tot de Ja, dat is het mijn punt. Wat heb je eraan, aan die vrouwen? Op het werk dan hè. Het viel me ook op dat op de basisschool. Nee, primair onderwijs heet dat tegenwoordig. Het primair onderwijs. Waar mijn dochter op zat. Er was één mannelijke leraar. Dat was een Indonesische man. Een klein kereltje. Zo heel, uh, nou, typisch zo'n uh, nou, zo Javaanse jongen, zullen we zeggen. Heel snel, heel prettig, heel correct. En dan die moeders in de buurt, die zaten allemaal te zeuren of hun kind dan toch niet bij hem in de klas kon. en ik begreep dat er was trouwens ook een vrouw die er erg. er waren meerdere vrouwen die heel goed waren, hoor. maar die vielen niet zo op als die man. die kon iets heel bijzonders. hij was wel een toppertje. oh, mag je kind bij hem in de klas? oh, nou, die van mij moet bij je uh, juf uh, Annie. Er werkte er ook een, uh, een vrouw. En die kwam naar de werk op een motor. En die had altijd scheid met die kinderen. Altijd scheid. Dan was ik daar een keer op school voor ICT-hulp. Dus als ouder kan je ook wat dingen doen voor school. Hè? Dan ging ik helpen met de computers. Dus dan ben je er overdag. En dan stond een kereltje dat ik kende en die was op de gang gezet en voor de rest was dus niemand op de gang hè tussen de bij de kapstokken zei wat doe jij hier ja zei hij, ik uh, ik ben eruit gezet oh zei wat heb je gedaan dan zei die dat weet ik niet <laughs> Ik zei, nou, uh, nou succes, hè? Ja, toch? Het is toch heel dramatisch? Dit mag toch een keer bij stilgestaan worden? Dat er iets aan de hand is met vrouwen. Waar niemand het over heeft. Een vriend van mij, die werkt... In dat peuteronderwijs gebeuren al heel lang. En die zit allemaal tussen vrouwen. En hij zei bij vergaderingen: Dan laat ik eerst die vrouwen allemaal praten, praat, praat, praten, praten, praat, 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 praat. En dan luister ik. En dan merk ik dat ze niet tot een besluit kunnen komen. En als dat dan aan de hand is, dat iedereen zo'n beetje. Ja, ja, dan... Ja, want ja, jij vindt dus dit. En, en jij vindt dus dat. En, en ja, dat, dat allemaal op een rijtje zetten. Ja, en, en wat gaan we dan doen? Met z'n allen? En dan zegt hij, nou, en dat is het moment waarop ik het woord neem. Nou zei hij, en dan is de vergadering voorbij. En is dat het eerste stuk? Je moet eerst die vrouwen allemaal hun verhaal laten vertellen. Oh, die heeft ook nog dit, en daar moet je niks van aantrekken. ook niet tegenin gaan, en niet in de discussie deelnemen. Gewoon wachten tot die rust komt. Met de vraag: wat gaan we dan doen? Wat zullen we afspreken? En dat is het moment waarop je zegt: Nou, wat ik gehoord heb, is dat jij dat vindt, en dat jij dat vindt. En dan gaan ze knikken. En nou, daarom, dat vind ik ook allebei goede ideeën. En ik heb ook begrepen dat jij dat vindt. En daarvan denk ik, ja, als je dat in aanmerking neemt, dan kan dat ook goed gaan. Oh, zeg, dan is het zo afgesproken. Vrouwen, kosten tijd. <coughs> Meer dan eens meegemaakt. Ook bij vergaderingen, dat ik een vrouw, vrouw erop aansprak: van, verdorie, we hebben een agenda. En dat die vrouw zei: ja, maar als we vergaderen, dan, dan willen we ook wel kunnen socialiseren en dat uh, ja, we even dingen door kunnen nemen. Nee, dat snappen vrouwen niet. Als je dingen door wil nemen, dan ga je naar het café. Eén op één, of met z'n drieën. Dan ga je wat doornemen. Dan ga je brainstormen. In het café. Vergaderen is met een agenda. En met een besluitenlijst. En een te doen lijst voor iedereen. Dus de afspraak is: Piet gaat dit doen. En dan volgende vergadering zien we verder. Dan is de vergadering voorbij. Dus een half uur. Drie kwartier. Dan moet je klaar zijn. Want de aandachtspannen van een mens is niet oneindig. Dat is wel een punt hoor. Want als je nu kijkt waar overal vrouwen zitten, die hebben overal wat te vertellen. Er is ook een vrouw op Facebook. En die was een beetje met kinderseksueel seksueel kindermisbruik. En... en ik doe haar zo'n berichtje via Facebook. Van ja. Uh, wat oude zaken. Hè? De Sandvoort affaire. En de de Sandvoort -affaire gaat vrij ver. Er is helemaal niks meer gedaan. Om dan maar te zwijgen over de zaak toe En dat gebeuren rond Joris Demming? Stinkt ook. Het, het lijkt wel alsof er in Nederland helemaal geen wetgeving is. Op dat gebied. Anders, het als een mens in de puberteit komt, nou dan mag je ermee doen wat je wil. Joris Demming is dat. Joris Demmink, die op tv heeft laten vertellen door de NOS-presentatrice: Joris Demmink heeft achter gesloten deuren gezegd dat hij graag seks had met jonge homo's en niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Ja, ja. En dan stuur je dan zo'n berichtje... want zij was dan uh, van de Staten-Generaal of Provinciale Staten. Echt zo'n bestuursvrouw. Ik zei, en, uh, en dit dan? En ze zei, ja, nee, dat, dat valt buiten ons uh, objectief. Want uh, wij houden ons alleen maar bezig... Met uh, recente zaken van een kinderporno die wordt aangetroffen op harde scheven. Dat had een kerel tegen mij moeten zeggen. Had ik hem afgemaakt? Had ik hem aan de hoogste boom genareld? Had ik hem gebruikt als exemplarisch voorbeeld? Maar een vrouw komt daarmee weg. Want die weet niet beter of zo. Ik ben niet tegen vrouwen. Het gaat mij erom dat ze. dat de meesten. niet deugen. En als je mij dan nou vraagt, van, ja, kan je dan een vrouw noemen die wel deugt? Nou, dat weet ik ook niet zo. Maar ik weet ook niet eens 1, 2, 3 een, twee, drie, een uh, man te zeggen die uh, deugt. Ik weet alleen dat ik van mannen in de regel minder last heb. Wat er denk ik veel mee te maken heeft, dat als een man je besodemietert, dat je denkt van ja jongen, wat heb ik aan je? Wat had ik aan je? Een man is een vriend. En vriendschap bewijst zich elke dag weer opnieuw. Of niet? En voor de rest ben je als man toch alleen. Zoals die mooie mannelijke Amerikaanse dichter zong: eenzamer dan God. Dat ben je als man. En vrouwen die, die willen ja, zo, ja, met z'n allen lekker samen zijn. Nou, dan moeten vrouwen dan maar gaan doen. Denk ik. Nog lekker samen zijn. Lekker allemaal naar de Black Lives Matters uh, demonstratie. Of een andere politieke partij. Ja, doe dat maar. Ik denk als er een land was, een regio van... Uh, een man-only. Ik, ik zou wel een brochure willen. Ja. Een beetje foto's want hoe ziet het eruit. Hebben ze daar wifi? Ja, hé, hey, man-only man. We hebben ook wifi. Oh. oh, sorry. Nee, ik wou niet zeiken. Heb je daar elektra? Ja, helemaal. Elektra. ja, homo. Ja, 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 nou, stromend water natuurlijk. Een play heb je niet echt nodig, Je kan scheiden in je eigen tuin. Pissen, dat kan je doen in een. Uh, ja, zo, 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 ja. Iedere man, als je s'nachts moet je even pissen, dan uh, heb je een fles naast het bed. Dan kan je zo in pissen. En die fles die giet je in je tuin. Uh, ja. Oh bij jou staan de paardenbloemen er wel heel mooi bij. Ja, die zijn net zo geel als die pis van mij. Vroeger gooiden ze de pis over de, de bloemkool. Een man-only country. Niet dat vrouwen verboden zijn, alleen dat ze wel weten dat het een man-only country is. Er is dus geen wijverding aan. Waar kan ik hier lipstick kopen? Ja, dit is man-only country. We hebben geen lipstick. De mannen hebben hem geen lipstick nodig. Dus al die make-up hebben we ook niet nodig. Heb je ook al die konijnen-martelingen niet om al die make-ups uit te proberen? In man-only country heb je dat helemaal niet. In man-only country lopen de konijnen, de konijnen vrij in de rol te terpelen. Dat is lekker, man, konijn. Op zijn tijd, hè. Je hoeft niet elke dag konijn te eten, maar... Op zijn tijd, een konijntje. Zo'n ja. dus konijn een tijd in de wijn leggen. Hè? Met ui en rozemarijn erbij. Hè? Dat is lekker, hoor. Gewoon man-only country. Ja, maar hoe zit het dan met de kindjes? Ja, kijk, als je een man-only country hebt, van noem het maar honderd mannen. Hè? En dan zes uh, mannen daarvan, die, uh, die hebben een aantal vrouwen. een tien vrouwen, of vijf vrouwen of zo. Dus dan heb je dertig vrouwen. Zes mannen hebben vijf vrouwen. Die hebben dus die hebben totaal dertig vrouwen met zo'n honderd mannen. Hè? En dan per vrouw vijf kinderen. Of zeven. Dan zit je toch kasi. Dan ben je toch klaar. Ja, maar dan moet die ene man, die moet wel al die vrouwen gaan bespringen. Nou ja, sommige mannen hebben daar geen moeite mee. Die kunnen dat gekwebbel de hele dag wel aanhoren. En die denken van ja, een beetje neuken vanavond. Nee, gaat allemaal goed hier hoor. Nou, vijf vrouwen in je huis. En dan zijn wij er vanaf. Iedere man zijn eigen vrouw, je moest kijken wat het kost. Yo, maar Piggy, ben jij voor polygamie? Nou, ik ben ervoor dat de mannen verlost worden van dat verschrikkelijke fenomeen huwelijk. Ik is zomaar met een vrouw een keer verbonden. door in de dood. Ja, de dood van je portemonnee. Je bent verbonden aan een vrouw zolang je nog poen hebt. En als hij je poen heeft opgemaakt, dan ben je gedumpt. Ja, daar ben ik op tegen. Dit is gewoon mannenmishandeling. Elke dag. En ik kan je ook gelijk zeggen, het is dus die mannen hun schuld. Die, die mannen die zijn er allemaal niet man genoeg. Om met een vrouw om te gaan. Die beschouwen hun vrouw als een vriend. Ja, ze is mijn vriend. Ze uh, geeft om mij. En ik geef om haar. Ja, ze heeft het nu een beetje moeilijk en uh, dan help ik haar. Hou het toch mee op. Laat de omgang met vrouwen over aan die categorie mannen. die voldoende ballen in hun zakken hebben. En bemoei je er verder niet mee. Iemand als Hosea, die was er heel strikt in. Van, als jij het achter mijn rug gaat lopen doen met andere kerels, dan krijg je het. Niet voor mij. En dat. Uh, ja, dat zet uh, zoden aan de dijk. En dat is de houding die jij als man nodig hebt. Uh, uitstijgen boven dingen. Zoals seks. Want seks is een ding. Ja, maar ik vind het zo lekker. Ja, dat zegt een obese iemand ook. Van McDonald's. En New York pizza. Ja, ik weet wat ik er dik van word, maar het is wel heel lekker. Ja, je moest dus weten wat seks in jouw leven kan ontwrichten. Vooral als je erachter komt dat die vrouwen er helemaal niet zo goed in zijn. Want laten we eerlijk zijn, dat is het probleem. Het probleem komt, omdat mannen dan denken: van ah, nou heb ik een vrouw. En in het begin is die seks al wel Elke dag bij wijze van spreken. En dan mag je lekker vaak van Bill en zo. En altijd heeft ze zin. En altijd blij en leuk. Ja, dat komt omdat zij zo'n heel verwachtingspatroon heeft. Oh, ik ga de hemel binnen. Ik heb een man. Hallo. En ik ga me neuken. Oh, nee. nee, oh, mag allemaal. Uh, maar dan, dan gaat zij tot de ontdekking komen dat de, de zon opgaat. En de zon weer ondergaat. En langzaam telde de oude Chinese boer zijn kloten. En dan komt er zoiets als sleur. En dan krijgt zij: Blijf van me af. Nee, nee, nou niet. Dan nou, wat deze manier vind ik het niet leuk. Ja, en dan wil ze geen seks meer. En zo is het. Er zijn vrouwen die op hoge leeftijd nog seksueel actief zijn. Maar welke vrouwen? Nick Cave van The Bad Seeds, die Australier, die heeft gezegd in een interview... Van ...seks, dat wordt pas leuk als je 50 bent. Daar kon hij wel eens gelijk in nemen. Dus je moet een vrouw vinden die het met jou nog steeds doet als ze vijftig is. <totstuken> Welke vrouw is dat? Ik heb, ik heb seks gehad met, ja, maar niet veel vrouwen. En ik heb goede seks gehad. Dat ik dacht van, nou, dit was wel, uh, ja, wel geeneugd. Maar niet veel. En ik zag laatst een interview met Jacques D'Ancona. Hij was de interviewer. En die man, daar weet ik niet wie dit was. Maar die zei tegen Jacques D'Ancona... Kijk, het probleem met vrouwen is dat ze, ja, je kan er niet een fatsoenlijk gesprek mee kan hebben. En jij, dus Jacques D'Ancona... Jij bent van de herenliefde. En ik begrijp waarom. Want als je seks wil, kan je dat beter doen met een man. Want mannen zijn gevoeliger. Zo is dat. Mannen zijn veel aanweziger. Met vrouwen die. Die, die. Die. Die zitten in een soort van. Uh, dat, dat alles maakt indruk. En ze weten niet wat ze moeten verwerken. En ze, kun, ze kunnen zich niet concentreren. Ze hebben een concentratieprobleem. Het is niet zozeer het intellect wat minder is bij de vrouw. Het is de concentratie. Dat je gefocust bent op één ding. En helemaal bevangen. Dat hebben vrouwen niet. Die zijn sneller afgeleid. Kira. En wat moet je daaraan doen? Je kan feminist worden, dan doe ik het zelf wel. Maar het punt is: je bent sneller afgeleid. En daarom kan je beter een man iets laten doen. Want die zijn geconcentreerder. Tja. En dan nu met al die vrouwen in de politiek. Er wordt een grote paan op. Dus wij laten ons heel erg afleiden. Met een fenomeen als Black Lives Matters. Wat gaat over het doodschieten, nee, de, de, het verwurgen of zo, maar er is iemand gestikt. En die man dat was een hele gevaarlijke neger, van 1,90 meter, onder de drugs, met een strafblad. En wij gaan dan hier. Oh nee, maar met de negers gaat het helemaal niet goed. Er is niks aan de hand met de negers. Ja, maar negers hebben minder inkomen dan blanken. Oh, ben je nou momenteel materialist geworden? Het gaat alleen maar om geld. Er is helemaal niks aan de hand met negers. Je kan zeggen: bij negers worden heel veel moederskindjes geboren. En dat is natuurlijk niet goed. Want moederkindjes, dat zijn beta-mannetjes. Maar dat hebben blanken net zo goed. Momenteel hebben de Negers een kleine voorsprong qua moederskindjes op ons. Maar reken maar, van Jetje, dat wij dat rap aan het inhalen zijn. Dus wij krijgen ook allemaal moederskindjes. Krijg je straks de grote oorlog van de, de moederskindjes van de blanken tegen de moederskindjes van de zwarten? Of de Negers? Neger, dat woord komt uit het Latijn. Niger, op zijn Latijn. Er is ook een rivier in Afrika en die heet de Niger. En dat land daaromheen, dat heet Nigeria. Dus vandaar dat ik in het heb over negers, die komen daar vandaan. Ja, niet alleen daar vandaan, maar. En rassen. Dat doet er helemaal niet toe. Dus stam je af van de motherfuckers of niet? Daar gaat het om. Ben je een Kanaaniet? Of wat? Ben je een moederskind? Of wat? Daar gaat het om. En het grote probleem met de moederskinderen is dat ze hun moeder niet vergeven. En zolang ze dat blijven doen, blijven ze moederskindjes. Tot de volgende.